Hey, af je mijn wiet bij? Het spijt me, is het morgen ook goed? Wat morgen? Hey, die game met die vandaag beloven, joh. Morgen. Morgen? De kok. Er is een moord gepleegd op dat mes, bro. Wil je even komen? Wat zijn uw suggesties? Ik zie geen fysieke verwondingen. Ik denk dat hij heeft opgehangen of een overdosis. Maar ik denk... Wie was hem hier? Met deze bus zou komen. Daar is de recherche al. Moet het doormaken. Een dealer? Kijk niet. Verdacht. De houder staat onder druk. Heel zeker. Kijk, ik merk ook. Een reconstructie. Die mogen we onderzoek wel laten. Oké. Ah, meteen! Sorry, kom ik. Alsjeblieft. Hallo, wie ben jij? Ik ben Rani. Waar was jij tussen 10 en 11? Ik was bij Hans. Hans, zwoer hem niet op, papa. Ik zal hem nagelen. Jij zit ook in dat drugswereldje, hè? Maar ik heb er niets mee te maken. Je had een gelegenheid en een motief. Dus waarom zou jij het niet gedaan hebben? Ik was de Hansman. Ik was een nieuwe bokhorst aan het proeven. Een bokhorst? Daar geloof ik niks van. Oké, ik ken. Dat was niet gespeeld bij Hans. Zeg jij even tegen Rani dat ik morgen op zee moet komen? Ik geloof je niet, Rani. Maar je moet mij geloven. Ik spreek de waarheid. Oh, dit is een mooi briquet. Die pak ik even mee. Die kamer zit op de dag, hè? Patrick, kom jij eens even? Oh, ik dacht dat ik iemand hoorde. Ga je even kijken wie het is. Oké. Wat is dat een mooie kamer? Ga ik toch wel even meenemen om Maria te filmen. Louisje, voor mij twee beeldjes. Oké, de kok. Louis, de kok, weet je, ik heb een nieuwe fotoapparaat gekocht. Daar kun je mooie beeldjes mee kopen. Wil je me even zien? Louis, je bent geen aan. Kom, we gaan, Patrick. Patrick, kijk even of er een aanwijzing staat. Volgens mij staat er morgen naar hierop met een foto. Even kijken.
Oh, wacht, ik hoor iets. Dus nu... Het Tony, nu ben jij er tegen. Pak hem! Tony. Francesco. Franco. Carlo. Jorgo. Ruben. Tony. Tony. Hoi, hoi. Je had een gelegenheid en een motief. Dus waarom zou jij het niet gedaan hebben? Ik was de Hansman, ik was een nieuwe bokhorst aan het proeven. Een bokhorst? Daar geloof ik niks van.